Een docent Duits is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Duitse taal aan leerlingen of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende scholen en niveaus. Een docent Duits zal over het algemeen lesgeven binnen het voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Duits de woordenschat en grammatica van leerlingen proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden, maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. De Duitse taal wordt door veel mensen als tweede of als derde taal gesproken en is een belangrijke taal voor Nederlanders. De Duitse taal is niet alleen belangrijk voor mensen die op vakantie gaan, omdat de Duitse taal ook binnen het bedrijfsleven een belangrijke rol kan spelen. Het spreken van Duits is voor de meeste Nederlanders niet erg moeilijk, maar het goed schrijven van Duits is dat vaak wel. Toch kunnen de meeste Nederlanders zich wel redden in de Duitse taal. De Duitse taal behoort tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen. Er zijn ongeveer 115 miljoen mensen die het Duits als moedertaal spreken. Binnen de Europese Unie is het Duits de grootste moedertaal. Een docent Duits is dus verantwoordelijk voor het bijbrengen van de Duitse taal aan leerlingen. Het bijbrengen van een vreemde taal zoals Duits zal in de meeste gevallen stap voor stap gedaan worden door middel van verdieping. Ook het regelmatig afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen behoort tot de werkzaamheden van een docent Duits. Van een docent Duits mag verwacht worden dat hij of zij zelf de Duitse taal mondeling en schriftelijk uitstekend beheerst. De mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van een docent Duits moeten dan ook goed zijn. Als docent Duits moet je ook over didactische vaardigheden beschikken om leerlingen op een goede manier les te kunnen geven. Thank you.